Godverdorie, je moet niet alle geheimen prijsgeven. Je staat niks, okay. Is dat jouw geheim? Ja, dat is toch een beetje om de tomaten een beetje de tomaatjes klein. En wat doe je nog allemaal mee staafmixen dan? Ik ben iemand die graag ui en bleekselderij fijn snijdt. Ja, gewoon een beetje het snijwerk, het grovere snijwerk. Dan moet je nou kijken hoe mooi dat eruit ziet. Ik had net een stukje geschreven over dat de ultieme spaghetti saus niet bestaat. En dat is ook zo. Je moet wel in een maar basis. Dit is eigenlijk een klassieke bolognese die je nou gemaakt ja, hebt, hè? Ja, en eigenlijk is dit meer een beetje een ragout, omdat er zit redelijk veel vlees in. Dus ik doe altijd half om half, dus kalfs en runder gehakt. Maar varkenshakjes eigenlijk natuurlijk wel alles allerlekkerste. Maar dat is zo vet. Maar dat is zo vet. Maar dan gebruik je weinig olie. Bijna niet. Bijna niet. Een beetje olie om een beetje de ui en de bleekselderij een beetje te fruiten. En that's it. Ja, en voor het eerst tomaten en gepelde tomaten doe ik er gewoon in. En that's it eigenlijk. Het is zo simpel. Maar ik zal je nog een stiekem geheimtje verklappen. Bouillonblokjes van basilicum. Waar koop je die? Want ik ken die. Ja, die koop ik hier ergens bij mij in de buurt. Bij een groenteboertje die echt hele lekkere dingetjes heeft. Maar je hebt nog een geheim, hè? Dat is de pasta die je straks gaat eten. Nee, daar ga ik niks over vertellen. Hoezo? Dat is een grote schande. Hoezo? Ik ga even laten zien, hè? Dit hier op de aarde. Dat is jouw favoriete pasta, nee, hè? Nee, dit is niet mijn favoriete. Want ik maak ook heel graag zelf pasta. Ja? Dat doe ik met mijn zoontje. Die heb je net gezien. Dat vinden we hartstikke leuk. Dus dat is echt veel lekkerder om zelf pasta te maken. Maar daar hebben we niet altijd zelf ook tijd voor. €1,19. Bij de Aldi. Bij mij hier in de straat. Dit is absoluut de lekkerste voorverpakte pasta die er is. Maar dat is natuurlijk ook weer persoonlijk. En wat doe jij er altijd nog over? Een beetje parmezaan of gewone kaas? Nee, ik heb wel een parmezaan. Parmezaan. Die je zelf raspt? Dan breng ik deze ook nog maar even in beeld, want het is de lekkerste balsamico van de Montebello. Dat ja? is ook heel en die doe je dan over je salade die je erbij maakt? Of wat ja, ik vind het heel doen? Lekker. Gisteren hebben we hem gemarineerd, dus witlof. Ja? Dus die witlof die snij ik in tweeën. En dan doe ik een bodempje bouillon, tuinkruidenbouillon, een heel klein laagje. En daar smoor ik dan de witlof in, zeg maar. Ja. En dan als laatste, de laatste 3-4 minuten, doe ik er een paar scheutjes van deze balsamico door. Nou, dan weet je ook echt niet wat je proeft. En dit is ook een heel leuk product. Het ziet er heel trendy uit. En dat gaat ook bij strandtenten, gaat dat nu zo goed geserveerd worden. Wat is het dan? Dit is koffie uit Ibiza. Ja, nou niet dat Ibiza nou zo heel erg bijzonder is, maar het ziet er gewoon leuk uit, het is training, maar het is wel heel, het is 100% Arabica. Dat is echt die moet je zelf nog even malen, dat is voor je espresso apparaat. Ja. Deze staat nu 20 minuten op. Ja. Hij moet nog 2 uur. Ja. Maar ik wil toch even dat je proeft. Oh, wacht even. Oh, hoe gaan we dit doen? Ga deze maar eens even proeven. Hij is nog lang niet klaar, maar hoe proeft hij nu al? Oh, heerlijk. Moet nog wel een beetje kruiden en zo misschien. Of zout of wat. Zout, peper doe ik een beetje als laatste. Ja. Dus dat klopt. Maar hij is wel heel zacht van smaak al. Ja.